Paulien Cornelissen. Ga alsjeblieft lekker zitten. Dankjewel, Bart. Alsjeblieft, Paulien. Voor deze introductie. Ja? Ja, vond ik leuk. Nou, graag gedaan. En met heel veel plezier. Want ik vind het heel erg leuk dat je er bent. En ik heb heel erg genoten van je boekje Tafel de Leuk. Dankjewel. En weet je waarom ik daarvan heb genoten? Vertel. Omdat jij geen wijsvingertje doet. Nee. Jij bent geen taalpuritein. Nee. Jij observeert. Ja. En zonder een oordeel te vellen. Ja. Bijna niet. Nee. Nee. En dat maakt het zo leuk. En het is ook heel herkenbaar. Oké, okay. Ja, wat goed. Dat is een veer die ik je meegeef. Ja, dankjewel. Taal voor de Leuk, de titel. Mm-hmm. De Leuk. Ja. Dat is het typisch Nederlands, De Leuk? Dat is het, want het boek is ook verschenen in Vlaanderen. En daar kennen ze die uitdrukking, dat voor de Leuk, überhaupt niet. En hoe heet het dan in Vlaams? Dan heet het dan Taal voor Leuk? Nou, het heet nog steeds Taal voor de Leuk. En ze begrijpen ook wel min of meer wat ermee bedoeld wordt. Maar zij zeggen nooit van, oh, dat doen we voor de leuk of voor de gezellig of voor de... Dus voor de, dat hebben ze helemaal niet. Dat had ik me helemaal niet gerealiseerd. Maar er zijn wel meer dingen die zo tussen Nederland en Vlaanderen heel erg verschillen. Er zijn altijd van die soort cliché dingen waarvan je weet, oh ja, dat is anders. Weet je, wij zeggen vast en zeker, zij zeggen zeker en vast. Zeker en vast, ja. Precies, dat weet je dan. Maar dus bijvoorbeeld Vlamingen gebruiken ook niet het woord diegene. Terwijl ik heel vaak zeg, en toen had diegene, en als diegene dan weer tegen jou zegt, dat schrijf ik ook heel veel. Dat is voor hen dus heel gek. En daardoor is het daar een raarder boek dan hier. De titel niet snappen dan. Ja, daar begint het al. Ja, ja. De leuk, de gezelligheid. Zeg maar, als je daarover nadenkt, dat is een keer gewoon... Dat ik meteen... Ze zeggen dus wel voor de en dan een zelfstandig naamwoord. Ja, ja. Dus voor de gezelligheid zou wel kunnen, maar voor de gezellig niet. Dus dat is typisch Nederlands. Ja, de gezellig. En ja. Voor de lol, zeggen ze wel? Dat zouden ze wel kunnen zeggen, denk ik. De leuk of de gezellig. Er is een keer iemand bedacht, iemand heeft een keer bedacht en het is dan zijn eigen leven gaan leiden. Ja, dat heeft dan toch, dat heeft, blijkbaar is dan zoiets bedacht op het juiste moment of op de juiste plek en dat heeft zich dan verspreid. Ja. Zo gebeurt dat natuurlijk voortdurend. Ja. En hoe is zo'n taalfascinatie ontstaan? Al vroeg? Ja, ik weet dat het nooit anders is geweest. Dus het is altijd zo geweest, dat ik lette op wat mensen zeiden en waarom. En ik heb natuurlijk wel vaker over nagedacht van waarom is dit nu wat ik zo ontzettend interessant vind. Waarom juist ik, snap je? Ja, ja. soms denk ik dat het zo zit. Ieder kind dat leert praten is gefascineerd door taal. Want... Ja, dat is een hele wereld die je niet begrijpt en die ga je heel erg proberen te begrijpen. En daar ben je als kind ook heel erg goed in. Je hoeft een woord maar een paar keer te horen en je snapt het en je kunt het gebruiken. Dat is veel slimmer, zijn kinderen daarin dan volwassenen. Dus dat is eigen aan de mens. En soms denk ik, ik ben om de een of andere reden dat nooit kwijtgeraakt. Dus op een kinderlijke manier eigenlijk naar taal kijken. Dus dat zou het kunnen heel zijn. Heel onbevangen eigenlijk, als het ware. Ja, aan de andere kant denk ik, het zou ook zo kunnen zijn dat mijn ouders ook, die zijn ook geïnteresseerd in taal. Ik heb een familie die eigenlijk vrij verdeeld is qua... Dus de ene kant van de familie praat heel anders dan de andere kant van de familie. Je oma was Duits, hè? Oostenrijks, ja. Ja, ja, ja. Ja, en die had een accent en dat wist ik eigenlijk vroeger niet en dat hoorde ik niet. Maar ik wist wel, zij zegt sommige dingen anders. En hoe zit dat dan? Hè? Waarom zegt zij dat dan anders? Dus ik denk dat als je... Als je uit een heel een familie komt waar iedereen hetzelfde praat, dat het je dan misschien minder snel gaat opvallen. Ja. Dat iedereen natuurlijk eigenlijk helemaal anders praat. Want je oma die was in Oostenrijk en van de andere kant van de familie? Dat is Nederlands. Ja, okay. En eigenlijk, dus mijn oma is als dienstmeisje in de jaren 30 naar Nederland gekomen. Toen waren er heel veel Oostenrijkse dienstmeisjes in Nederland, want Nederland was net ietsje rijker dan Oostenrijk. En toen heeft ze mijn opa leren kennen en toen zijn ze al na de Anschluss zijn ze getrouwd. Dus toen moesten ze nog een soort certificaat van het naziregime krijgen om te verklaren dat ze niet Joods waren. Ja. Zodat ze mochten trouwen. Vreemd. Nou, toen is ze voor altijd hier gebleven. Maar wel altijd toch met een Duits accent. En zei altijd bijvoorbeeld arts in plaats van arts.
arts en kinderen in plaats van kinderen. Maar dat is wel fascinerend dan. Dat vind ik wel, ja. Maar wat maakt taal dan voor jou toch zo fascinerend dan? Wat is dat dan? Nou, ik vind dat als je mensen echt wil kennen, dan is dat voor mij een vrij goede manier om te luisteren naar hoe iemand praat. En ik zeg niet dat het voor iedereen, er zijn ook mensen die kunnen heel veel zien aan hoe iemand zich kleedt. Of weet ik wel, er zijn allerlei dingen waardoor je iemand kunt kennen. Maar voor mij, omdat ik die taal zo interessant vind, kan ik op die manier, denk ik, meer zien van hoe iemand is. Ja. En dat is wat ik interessant vind. Dus het gaat me niet om, daarom ben ik ook niet geïnteresseerd in formele taalregels of in wat fout zou zijn of zo. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Daar gaat het boek helemaal niet over. Nee. Het gaat over observatie. Nee, en heel vaak weet ik wel, krijg wel eens vragen van, van wat denk jij? Denk jij dat dit een naamwoordelijke bepaling is in deze zin? Echt geen idee. I don't care. Ik kan wel niet schelen, ja. Dus ook, ik ben geen taalwetenschappen willen studeren eigenlijk. Nou, ik heb een jaar heb ik taalwetenschap gestudeerd naast mijn studie psychologie. Dat vond ik wel leuk, maar ik vond eigenlijk te weinig aandacht voor de psychologie. En toen dacht ik, dat studeer ik eigenlijk al, psychologie. Dus daar ga ik dan wel mee door of zo, ja. Ja, maar het is ook fascinerend, want taal is altijd, je hebt degene die iets vertelt en degene die luistert. En daartussenin zit zo'n gebied waar heel veel kan gebeuren natuurlijk, hè? Ja. Ik zeg eens tegen jou, jij nou, kan en zelfs ook, dus eigenlijk, dus een gesprek is al een vertaling van hoe ik iets zeg en hoe jij het opvat, dat is al anders. Maar zelfs hoe ik denk en hoe ik daar taal van maak, dat is al een vertaling vanaf gedachten naar uitspraak, dan van jou van wat je hoort en dan weer wat jouw hersenen daarmee doen. Dat is dus dat überhaupt wel eens goed gaat, ja, is fenomenaal. Ja. Ja. Dat is toch geweldig, ja. Dat is een fascinerende. Ja. Dat wij met elkaar kunnen spreken en dat jij mij begrijpt en ik jou begrijp. Waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Want dat weten we ook niet zeker. Maar, maar volgens mij aan de reacties in de zaal. Volgens mij ja, ik weet niet. Ja. Heb je nog onlangs een taal, of zeg maar een net miscommunicatie meegemaakt nog? Recentelijk? Nou, wel een bijna misverstand. Ja, ja. Nou ja, dus niet iets waar ik zelf bij betrokken was. Maar wat ik bijvoorbeeld alweer heel grappig vind, is voor de pauze kondig jij dan Rickert aan. En dan zeg jij, dit is Rickert, zanger en ook vriend. En dan denk ik, hè, is dat dan zijn vriend? Nou, dat heb ik dus net in de pauze gecheckt. Dat is niet zo. Maar ja, ik dacht, waren er niet mensen hier ook die ook zo... Ja, dat was zo precies ambigu geformuleerd. Terwijl, ja, had je dat helemaal willen omzeilen, had je moeten zeggen. En trouwens ook een goede vriend van mij. En zodra je goeie erbij zegt, is het dus niet meer liefde. Nee, dat is dat. Is echt zo. Ja, dat is zo gek. Maar dat is een heel kleine dingen. Ja. Waar ik dan zelf totaal geen weet van heb. Nee, jij hebt dit gewoon, want voor jou was dat duidelijk dat gewoon dus een vriend is. Ja. Ja, maar een goede vriend. Ja, een goede vriend. Ja, maar ik zeg vaker dingen waar mensen... Iedereen doen. Hoor. Ja. 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 Jij ook? Ja, natuurlijk. Ja, iedereen zegt toch voortdurend dingen die niet begrepen worden en zo. Ja. Nee. Ja. Ik wil graag jou een paar voorbeelden van je boek. Laten we eerst beginnen met het typisch Nederlands. Ja. Typisch Nederlandse dingen. De verkleinwoordjes. Ja. Collegaatje, een koffietje. Ja. Is het Dat is iets wat Nederlanders veel doen. Vlamingen doen dat ook heel veel, trouwens. Collegaatje? Nou, collegaatje weet ik niet, maar wel heel veel van wilt u nog een koffietje? En hier heeft u uw ticketje, dat is je kaartje, je ticketje. Dus daar word ik vrij veel verkleind. En het is verleidelijk om te denken dat komt doordat we alle twee kleine landjes zijn die zichzelf niet al te serieus nemen. Is dat jouw theorie? Het is niet mijn officiële theorie, maar het zal wel... Nou, ik denk... Ja, ik zie Fransen, zeg maar, minder snel dingen verkleinen, toch? En Amerikanen eigenlijk al helemaal niet. Nee. Nou, die hebben natuurlijk ook niet het grammaticale wapen der verkleining, hebben ze niet. Want tje is natuurlijk ook wel een grappig... Tje. Ja, dat tje, dat bestaat natuurlijk niet in het... In het Engels? Nee. Vroeger wel, hè. Let was een verkleining die ze ergens achteraan konden plakken. Dus bijvoorbeeld Hamlet is... Let daarin is... Ja, kleine hem. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja. Oh, wie is geleerd? Ik weet niet of ze het in de tijd van Shakespeare nog zo op die manier voelden, hoor. Maar dat is oorspronkelijk. En dan maar, op het einde. Ja, van...
Nou, koffie dan maar. Ja. Ja, ja. Ja, dat is heel vaak verraden mensen zichzelf in juist dit soort kleine toevoegingjes of tussenwerpseltjes. Je hoort heel vaak dat iemand zegt van, nou, maar toch heel leuk dat we hier zijn of zo. Ja, 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 ja. En dan je denkt, oh ja. Dus wat is dan, wat was dan, ja, wat is je mening hier dan over? En dan maar is dat ook heel erg. Ja, leuk, ja, dan maar. Ja. Maar dat is ook bijna niet voor buitenlanders of voor de religieus. Nee, dit is bijna niet te leren. Uit te leggen ook niet? Niet uit te leggen. Dit soort dingen, daar is het Nederlands volgens mij heel moeilijk in. Ja. Ja. Maar ook he-he. He-he is ook heel erg, ja. Ja, ja. En he zelf ook, hè. He. Enkel he is ook heel erg. He? He? Ja. Ja. He, dus wat Nederlanders doen is van, zullen we hier maar gaan zitten, hè? Of lekker weer, hè? Wat is dat? Ja. En het gekke is, ik ken dat dus eigenlijk in geen enkele andere taal, dat hè. Er is, behalve dat je dus Nederlanders altijd in het Engels kunt herkennen aan dat ze hè zeggen. Van we went to the camping, hè? Dus er geen enkele, behalve gek genoeg, een van mijn andere lievelingstalen, het Japans, heeft dus een soort hè. Maar dat is ne. En dat hoor je Japanners heel vaak aan het eind van een zin hoe ze ne. En dat is eigenlijk precies he. Dus, oh, ja. Het komt weer samen. Het komt samen. Ja. Maar Japans, jij hebt Japans ook bestudeerd. Ja. Geleerd. Ja. Lijkt me godsgruwelijk moeilijk. Ja, dat is nou echt moeilijk, ja. Ja. Ja, ja, dat is echt moeilijk. Ja, ja, daar kan ik niks anders voor maken dan dat moeilijk is. Maar dat heb je gewoon geleerd van je studie? Of, Nee, tijdens mijn studie heb ik een uitwisseling gedaan en ben ik daar iets van 7 maanden geweest. Dus toen heb ik wel echt wel wat opgepikt. En toen later in de voorbereidingen voor het tv-programma dat ik daar heb gemaakt, ben ik het weer op gaan pikken en bij gaan leren. Maar krijg je dan ook veel meer grip dan op die cultuur? Ik denk het wel. Ik moest net heel erg aan denken bij je vorige gesprek over die bezieling van de berg. Dat is natuurlijk in Japan ook heel erg aan de hand. Hè? Dat die bergen echt, dat zij geloven dat de bergen wezens zijn, eigenlijk. Dus bijvoorbeeld Fuji is ook, wordt geschreven met de tekens van rijk en samurai. Dus eigenlijk zit dat karakter zit er in die berg voor hen. En door de taal. Bijvoorbeeld, wat ik nooit wist, is dat een waterval, dat schrijf je letterlijk als waterdraak. Wat je wel snapt als je een waterval ziet, dat een soort draak is. Maar dat maakt het natuurlijk tot een veel levender, een levend iets in plaats van, voor ons is het vallend water. Nou, dat vind ik toch wel interessant, waar woorden vandaan komen. En met het Japanse schrift, wat ze gedeeltelijk hebben overgenomen van de Chinezen, zie je, is dat dus wel een cultuur van duizenden jaren waar je eigenlijk nu direct in kunt kijken. Ja, fascinerend. Dat vind ik echt heel tof. Ja, fascinerend. Ja. En hoe zijn die onderling in communicatie dan tussen de Japanners? Is dat echt wezenlijk anders met de taal dan hoe wij met elkaar communiceren? Bijvoorbeeld de begroeting en dergelijke? Ja, dat is hoi. Dat bestaat hoor. Er bestaat gewoon een soort casual hoi. Maar er zijn wel dus verschillende niveaus van vriendelijkheid of hoe noem je dat? Van netheid, maar ook verschillende niveaus. Dus als je vanuit dit niveau, vanuit zeg maar deze positie in de samenleving die kant op praat, dan gebruik je een ander woord dan zo. En ook van boven naar beneden. En dat is niet een toevoeging of zo. Het is niet dat je zou zeggen, oh meneer, nee, het is een heel ander woord. En zelfs bijvoorbeeld voor rijst, toch een belangrijk woord. Dat kun je dus op een gewone, neutrale manier zeggen, maar ook op een nette manier. En dan is het een totaal ander woord. Lijkt me ontzettend lastig. Dat is heel lastig, ja. Maar goed, voor een buitenlander maakt het allemaal niet zoveel uit, want die doet toch alles fout. Doet moeite om de taal te leren. Volgens mij werkt wel heel veel respect af. Nou, respect is zeker niet het woord dat ik daarbij zou. Nee, het is wel zo dat ze makkelijker terug gaan praten. Ja, als je eenmaal wat in het Japans zegt, dan willen ze ook wel terugpraten. Maar ik merkte eigenlijk het verschil in de steden heb je heel erg de reactie van, oh, wauw, ben je goed in Japans? Wat Japanse code is voor, je kan heel slecht Japans. Maar dat moet je ook maar weten dan. Ja, maar dat maakt mij natuurlijk verder niet uit. Nee. En op het platteland was het veel vaker dat ze helemaal bijna niet leken op te merken dat het Japans was. Want als dat mensen zijn die echt nooit buitenlanders hebben ontmoet, dan is ook het idee van, ja, wat zou je anders spreken
dan Japans. Hoezo? Wat is er nog meer dan? Dus dat vond ik heel gek, want ik had eigenlijk in al mijn bescheidenheid veel meer respect verwacht. Ja, ik kan ook even in. Ik dacht van, wow, oké. Okay. Ja, jij spreekt Japans? Nee. Goed. Nee. Je hebt zelf nog een hoofdstukje besteed of een kopje aan de E. Ja. Ja. De E. Maar over het boek. Oh ja, hier zijn mensen heel erg mee bezig. Tenminste, mensen die mij benaderen zijn hier mee bezig. Zegt ook iets over mijn fanbase, denk ik. Maar vroeger... Had je gewoon het, zoals dit, met een accent... Ja, dus met een accent grave schreven wij de benadrukking van de E-klank. Ja. Dus het boek, dat deed je zo. Ja. En inmiddels is er dus bedacht door een willekeurige commissie dat het is... Duistere krachten. Door eigenlijk vrijmetselarijen. Oh, We hebben ze. Nu is het een streepje, is het een accent aigu. En dat geldt ook voor het woord de. Terwijl, dus de appeltaart van Rosmalen, dan staat dat er wat je eigenlijk zou lezen als de appeltaart. Ja. Nou, hier, je merkt hier ook al mee geroezemoes, mensen vinden dat niet oké. Nee. Maar toch worden nu... Toch is dit zo. De nieuwe norm. Dit is nu zo, ja. Wij nemen het toch wel over dan. Ja, we moeten. Ik moet ook allerlei dingen voor de krant waarvan ik denk, sta ik hier achter? Nou nee. Je moet soms ook een beetje denken, choose your battles carefully. Hè? Ga ik nu echt een heel groot probleem maken van het feit dat ik graag seks met een X schrijf en niet met KS? Ja, nou laat dan maar, dan doe ik het wel met KS. Want X is Engels en KS is Nederlands? KS is Nederlands, maar ik vind dus seks met KS klinken als... een polykliniek voor geslachtsziekten in een dorp in Brabant. Ja, of een collectief in Nijmegen. Ja, een collectief in Nijmegen. Ja. Ik moest heel erg lachen om jouw hoofdstukje defensief lachen. Wat is dat, defensief lachen? Defensief lachen is... dit gaat over kinderseries. Ja, kinderseries. Dus ik heb een zoontje van 4, dus we hebben best veel peuterseries en zo gekeken. En dan viel het mij op dat heel vaak die karaktertjes in die serie... die lachen sowieso. Dus ook als er niet iets grappigs wordt gezegd. Dus van, zullen we buiten gaan spelen? Ja. En dat vind ik heel raar. Ik snap wel dat je... Dat misschien kinderen meer leuk vinden, maar aan real-life peuters valt mij op dat ze op zich wel lachen op momenten dat zij iets grappig vinden en niet gewoon helemaal om niks. Dus ze kunnen wel andere dingen grappen, maar niet gewoon van zullen we buiten gaan spelen? En dat deed mij dus denken aan het soort lachen wat je zou kunnen hebben als je wordt aangevallen. Weet je, dus dat je wordt bijvoorbeeld gevangen wordt genomen door een stam die jou in de kookpot gaat stoppen en dat je dan zo bent van... Daar deed ik me aan denken. Ja. En toen dacht ik, of is dit misschien eigenlijk wel de wereld zoals die is voor peuters? Dat je dus eigenlijk in een vreemde stam bent geworpen, waarvan je de gebruiken niet snapt. En dan ga je maar weglachen. De taal ook maar half begrijpt. En dat je dat dan op die manier probeert. Tenminste, dat de wereld is die ons wordt geschetst door series. Ja. Nou, voor de mensen die... ik heb een kort fragmentje. Oh, oké. Okay. Van defensief lachen? Ja, van defensief lachen. Oh, leuk. Want ik liep me ook... Van welke? Van wie? Pororo en zijn vriendjes. Oh, leuk. Ja. Dan gaan, jongens, defensief lachen, dames en heren. En lach vooral mee. Hallo, vrienden. Komt-ie. Terwijl de warme zon volop straalt, spelen Pororo en zijn vrienden verstoppertje. Ik tel tot 10... Mm-hmm. Wie niet weg is, is gezien. Hier vindt ze me echt nooit. Goed, waar kunnen ze zijn? Bobby! Ik zie je buik vanaf hier. Kom maar. We kunnen er uren naar kijken natuurlijk. Heftig, hè? Ik heb nog andere dwangclichés. Ook zoiets typisch. Ja, dat is. Ik weet eerlijk gezegd niet of iedereen dat heeft. Maar ik heb het wel heel erg dat er bepaalde clichés zijn. Nou, in deze tijd, net geleden eigenlijk. Maar de aspergetijd is dus een soort. Dat je dan moet zeggen: het witte goud. In een gesprek dan? In een gesprek. Dus het gaat over asperges. Oh, lekker asperges. En dat je eigenlijk al weet van ja, maar.
iemand gaat nu zeggen het witte goud. Je weet het toch al. En dan weet je, en dat kan niet nu aflopen zonder dat iemand het witte goud heeft gezegd. Dus dan moet je dan ook echt maar zeggen. En anders moet je het dan zelf maar doen. Dus dan moet je het witte goud zeggen. En dan komt het als een soort, dus het bouwt een soort spanning op van het witte goud is nog niet gezegd. Het is nog niet gezegd. En dan uiteindelijk het witte goud. Of, en dan is er weer rust. Ja, of met een songfestival ook weer. Ja, dat iemand moet douze point zeggen. Douze point? Ja, 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 als dat niet is, dat kan niet gezegd worden. Ja, 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 ja. En ik kom zelf uit Kerkrade. Echt waar? Ja. Oh. Oké, grappig. Ja, de bakermat van de harmonie. De harmonie? Ja. De harmonie en de fanfaren? Ja. Nee, de harmonie. Ik speel voor je in de harmonie. Wat speelde je dan? Trommel. Oh, wat leuk. En nog steeds wel, of niet? Nee, niet meer. Ja, ik speel wel nog steeds. Ik kan met nog steeds roffelen. Ja, goed. Ja, nee, dat is wel lastig met zonnestokken. Nee, jarenlang bij de harmonie. Was altijd leuk. Maar als ik altijd het woord Kerkrade noemde, ging altijd iedereen gelijk zijn. Of mensen, altijd iemand die altijd zei. Harmonie. Nee, niet harmonie. Oh. Roda JC. Oh, dat zou ik dus niet eens weten. Nee, ja, jij dat niet. Maar iemand, Roda. Altijd, Roda. Ja, en wat is, nee, dat ken ik dus niet, maar en wat is jouw, wat was dan jouw reactie? Ik ben geen Roda-fan. Dat is een moodkiller, dat zei je dan. Ja, ja. Ik hou niet van voetbal. Ja, dat zeg ik echt, ja, dat doe ik echt niet. Ik hou niet van voetbal, nee. Dus, oké. Okay. Nee, ja. Maar dus dwangclichés, doe ze maar, 20 april. Ja, bij ons thuis is 20 april, moet iemand altijd wel, als de datum, 20 april valt, dan altijd de verjaardag van Hitler moet dan gezegd worden. Ja. Laatst trof ik iemand die zei meteen, en Charlie Chaplin. Dat is heel erg grappig. Ja, maar dat is helemaal niet omdat we daar heel erg mee bezig zijn, maar omdat we toch wel weten dat iedereen eraan denkt. Dan kan je het maar beter zeggen. En dan is het ook, okay. Dan is de spanning weg of zo. Ja, nou goed. Grappig. Ja, trouwens over Limburg, waar ik vandaan kom. Toen ik naar Amsterdam ging verhuizen, toen had ik echt zoveel Limburgse woorden en die ik zei. Ja. Waar mensen zeiden van, wat zeg je nou? Is ook een paar gegevens voor je? Graag, ja. Dat is misschien leuk als vind ik heel leuk, ja. Wij zeiden vroeger altijd thuis, als je dus naar de wc bent geweest, heb je de wc afgetrokken. Oh, heerlijk. Echt waar, echt waar. En ja, je hebt geen idee. En ook wat we ook zeggen, niet expres, maar we zeggen extra. Heb je dat extra gedaan? Ja, dat heb ik extra gedaan. Oh? Ja, dat deed hij extra. Ik heb er nooit van gehoord. Dat deed hij extra, in plaats van expres. Dat heb ik altijd gezegd. Oh? Ja. En nog ja, graag. Nee, ga door. Ja. Ik vind het een heel leuk interview op deze manier. Heel fijn. Ken je de uitdrukking, ik heb de geest zien kruipen? Nee. Ja, precies. Dat zei mijn moeder ook altijd. Ik heb de geest zien kruipen. We zeggen, ik zie het helemaal niet meer zitten. Oh. Dus ik zei af en toe, nou, ik zie nu echt de geest kruipen. En mensen keken me aan. En dat is wel breder in Kerkrade ook geweest. Ja. Nee, ik zeg het omdat ik heb namelijk zelf ik heb heel vaak een uitdrukking gebruikt waarvan ik dacht dat die algemeen was. En dat bleek echt heel erg binnen alleen mijn familie te bestaan. En dat had ik ook opgeschreven in de krant. En zo na een paar keer dat ik dat gebruikt had, mailde een redacteur mij terug van ja, ik weet eigenlijk niet wat je hiermee bedoelt. Maar dat was de uitdrukking binnen ja en nee. En dat is voor mij totaal normaal. Zo van, toen was het binnen ja en nee gefixt. Betekent gewoon heel snel. In een knip. We hebben heel veel problemen, maar binnen ja en nee stond die tent. Ik vind het een mooie uitdrukking. Nou, het is niet een algemene uitdrukking, kan ik je vertellen. Nou, misschien maar, vanavond of misschien. Hij is wel googlebaar, dus hij wordt wel eens maar echt heel miniem. Ja. Maar dat is, nou goed, de geest zien kruipen. De geest zien kruipen, ja. En ik doe stofzuigen, ken je dat? Ik doe stofzuigen. Ja, dat ken ik van heel Zuid-Nederland en al beginnend onder Utrecht eigenlijk. Ja. Ik doe. Jij zegt ja, heel erg, ja. Zie je maar dat gewoon. Ook dat heeft trouwens een directe parallel naar het Japans, want daar doen ze alles met ik doe dit doen en zo. Ik doe jullie ook van doe eens even niet doen. Met twee keer doen. Nee, dat doe je niet. Nou, daarvoor moet je, naar Brabant. Ja, dat moet je niet doen. Ja, maar dat is toch zo leuk dat je dan echt elk gehucht heeft zijn eigen taal. Zijn jullie ook onder judo? Of niet? Van hij zit onder judo in plaats van op judo? Nee, op de harmonie. En niet onder de harmonie, nee.
Nee, okay, nee. Dus er zijn dus ook gebieden in Limburg waar ze onder judo zitten. Oh, nee, dat zeg ik niet. Kijk, ja, maar zo'n voorzetsels. Voorzetsels, dat is een drama. Dat is een drama. Ja, ik ben een beetje voorzetsels diabetes, wat ik zeggen. En voorzetsels dyslect. Nee, dat is niet zo. De taal is heel divers. Ja. Jij hebt hem op een of andere manier geleerd. Andere mensen op een andere manier. Er is alleen maar een bepaalde groep in de Randstad die de wil heeft opgelegd. Dat is waar, hè? Nee, dat is zo. Ja, algemeen beschaafd Nederlands. Nou, dat slaat natuurlijk. Zo wordt het nu niet meer genoemd, maar nee, dat is natuurlijk toch nog wel een beetje aan de hand. Maar kun je je voorstellen dat ik dan als jongetje van 19, echt een bleu als hel, ging naar Amsterdam, toen ik er heel erg en opkeek tegen die mensen die dan algemeen beschaafd Nederlands zijn? Nou, ik vind dat wel heel erg eigenlijk. Dat vind ik gewoon heel erg, dat het zo werkt. Ik vind het wel goed dat er steeds meer, naar mijn gevoel, steeds meer mensen op tv komen die niet randstedelijk praten. Ik denk dat dat wel goed is, dat je dat meer hoort. Maar ja, ik vind dat wel schrijnend eigenlijk. Toch? Ja, ja. Ik vind dat erg. Nee. Nee, ik heb echt altijd mensen in Haarlem, daar keek ik zo naar op. Echt? Ja, iemand in Haarlem. Mensen uit Haarlem? Ja. Ja, omdat de algemeen beschaafd Nederlands spraken. Ja, nee, het was echt op de camping van mensen in Haarlem. Oh. Op de camping? Ja, op de camping. En waar was die camping? In Haarlem? Nee, in Frankrijk. Oh, dus dan waren we in Frankrijk en dan waren er mensen uit Haarlem. Ja, en dan gingen we altijd langslopen. En dan horen hoe zij praten. Ja. En toen wou ik dan heel beschaafd Nederlands gaan praten. Ging dan ging met de G. Ja, dan ging de G. En dat lukte toch helemaal niet. Dus de mensen dachten dat ik uit Brabant kwam. Dus één stapje hoger dan Limburg al. Dus het is al voelde Brabant als hoger dan Limburg? Nee, het is al hoger in de zin van... Geografisch hoger. Ja. Nee, niet. Nee, hiërarchisch. Nee. Geografisch hoger. Dus ik ben al het is wel een mooie scène voor je roman als je die gaat schrijven. Dit. Identiteit en taal. Dat is zo met nou, maar die camping en dan langs een tent met mensen uit Haarlem lopen. Ik vind dat goud eigenlijk. Ja. Brien, mag ik je bedanken voor een fijn gesprek? Nou, dank jou en, wel. En helaas zien dat taal, dat al, ja, je kunt volgens mij nog een vierde deel. Nou, denk niet, want ten eerste... Nee, ik schrijf nu eigenlijk over van alles op de voorpagina van de Volkskrant. En ik denk dat dit gewoon... Ik heb 3 taalboeken geschreven en 1 boek over een KVA op een kantoor. Ik weet niet wat me volgt. Ik denk dat ik nog wel een boek ga maken, maar ik denk niet nog een taalboek. Ja, maar gaat wel... Nog de theaters in. Ja, maar ik ben eigenlijk net klaar met mijn tour. Ik ga nu bedenken wat er nu weer zal komen. Dat klinkt heel raar, want wat komt, daar ga je niet over. Maar ik ga kijken wat zich aandient. Ik snap wat je bedoelt. Ja. Nou, meneer Paulien Cornelissen. Dank u. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.